het is een dramatisch verhaal, maar ook niet direct iets om wat je daarna wilt gaan ophangen of zo. Maar het gaat over een meisje van 17 die verlangt naar een vriendje, verlangt naar vriendschap. En eigenlijk een beetje misbruikt wordt, zeg maar, in plaats van. In plaats van haar dromen te kunnen waarmaken, op een bepaald moment ontmoet ze wel iemand, maar die blijkt ook niet helemaal te zijn wie dat ze dacht dat hij was. Wow, 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 wow. I can never belong to you. Daan is een jongen die nogal een boefje is, een vlegel, een schurk, een doelrak. Maar hij houdt echt van haar. Ja. En meer wil ik er eigenlijk niet over kwijt. Ze is denk ik heel erg onzeker, maar ergens heeft ze ook wel heel veel wilskracht. En ze is heel zorgzaam en ze kan denk ik ook heel veel liefde geven. Zo niet. Wat zeg je nou eigenlijk? Dat je weg moet. Hij hoort met mama. Daan vindt me mooi. Hij houdt van me. Als ik bij jou ben, dan ben ik een goede jongen. Je bent veel te lief voor me. Don't hate yourself.